bijzonder veel plezier onderteken ik deze overeenkomst. Dit is de samenwerking. Wat betekent de overeenkomst? De overeenkomst betekent dat wij met onmiddellijke ingang gaan kijken hoe wij met onze studenten van het RCA's in Utrecht kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Omni Zwaluwe. Dat betekent dat onze sportstudenten hier zullen gaan helpen, maar het betekent ook dat onze evenementenstudenten hier gaan helpen en tot aan de horeca en de welzijnstudenten toe. Dus ik vind het fantastisch als wij samen dadelijk met studenten sport en bewegen van ROC ASA hier de voetbalschool, straks de hockeyschool, straks de tennisschool, vorm en inhoud gaan geven. Maar ook studenten bouwkunde die dadelijk gewoon ons gaan helpen bij de bouw van een nieuwe tribune. Het is natuurlijk een unieke combinatie waarbij je tegen relatief geringe kosten, de vereniging wordt niet in de schulden gestoken, het onderwijsproject maakt waarbij de totale omgeving er iets aan heeft. Ja, nou ja, ik ben aan de ene kant voorzitter van de Omni Zwaluw Utrecht. En tegelijkertijd ben ik directeur marketing en communicatie bij de Hogeschool Utrecht. En om even de verbinding te maken tussen sport en onderwijs is het een mooi voorbeeld. Hogeschool Utrecht wil een hogeschool zijn die rijke leeromgevingen biedt. En een van die rijke leeromgevingen die hier geboden wordt bij Zwaluw Utrecht is het project Verbinden door Voetbal. Waarbij de verbindende functie van voetbal kunt gebruiken in meer mensen met elkaar te laten spreken, te laten ontmoeten. Kijk, in de samenleving van vandaag de dag gaan mensen vaak niet samen naar school. Ze werken niet samen, ze leven niet samen. Maar één ding doen ze wel, ze sporten samen. Prima, we zijn voetballers. We zitten in de 1-9 Zwaluwe. En ik heb nog wat voetbalkousen hieronder met schemeschermers natuurlijk. We zijn goede vrienden uit het voetbalelftal, maar ja, voor de rest... Ik wilde net vragen, maar ik zag het al aan jullie, dus dat hoeft niet meer. Maar ja, het voetbal bestaan, we hebben nog meer teamgenootjes. En dan is het de bedoeling dat je een doel schiet.